comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Zaterdagmiddag. Marco Minnaert heeft in de 8e etappe de hele dag vooruit gezeten. Een teken dat de benen goed zijn. De wielrenner uit Wemeldingen is dan ook vol zelfvertrouwen. We hebben natuurlijk een hele mooie eerste week gehad met een aantal mooie successen. De bergtrui van Dion Smit, een keer de strijdlust, een aantal mooie ontsnappingen en dan twee keer het ploegenklassement. Dus ja, voor ons is dat natuurlijk een fantastisch begin. En ook Antoine Tolhoek kan spreken van een goede eerste week. Met zijn ploeg Lotto NL Jumbo won hij al 2 etappes. Logischerwijs is hij dus tevreden. We zijn pas net begonnen eigenlijk. Tot nu toe gaat het gewoon goed. Hebben we 2 keer gewonnen en dat is super mooi. Ja, alleen de eerste etappe lag je gelijk in de sloot. Ja, klopt. Dat was even een minder momentje. Maar goed, zo zie je ook. Iedereen komt wel iets tegen. Hè? En dat is niet alleen met fietsen, dat is met alles zo. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Voor beide heren begint de Tour de France eigenlijk pas deze week. Dan staan de eerste bergetappes op het programma. Dat is meer het terrein van Minnaert en Tolhoek. Heb je daar zin in? Ja, natuurlijk. Super veel zin in. Wat ga je daar laten zien? Natuurlijk. Ik hoop dat ik daar mijn ding kan doen voor Steven en Primoz. Ik heb ook al vertrouwen in dat die jongens super goed zijn. Ik hoop zelf ook gewoon een goed niveau te hebben. Het is natuurlijk ook wel eens mooi om daar een ontsnapping te rijden, net als vorig jaar. En misschien een mooie uitslag in een van de zwaarste bergen. Is dan net met je vriendin te knuffelen, mis je haar? Ja, zeker, natuurlijk. Na 1,5 week is het wel heel fijn om er weer te zien. Maar de Zeeuwen worden ook onderweg flink gesteund. Vrienden en familie van Tolhoek reizen hem zelfs de komende 3 weken met een camper achterna. Ik heb zoveel Zeeuwse vlaggen gezien en mijn naam horen roepen. Daarom wilde ik ook heel graag vooruit rijden natuurlijk. Niet alleen daardoor, maar ook mede daarvoor natuurlijk. Dat is super mooi, daar waardeer ik en daar geniet ik van. Vandaag was de eerste rustdag. Morgen stappen Tolhoek en Minnaert weer op de fiets. Dan staan de eerste echte bergen op het programma.